Burgemeester De Wijkersloot van Waalre stopt er eind dit jaar mee. Het afgelopen jaar stond voor hem vooral in het teken van de aanslag op het gemeentehuis, bijna een jaar geleden. Ook is De Wijkersloot nog steeds in conflict met het woonwagenkamp in Waalre. De gemeente wil dat de illegale loods op het kamp afgebroken worden. De aanslag op het gemeentehuis en op een advocatenkantoor hadden grote impact op de Waalrese gemeenschap. De Wijkersloot begon in 2003 als burgemeester in Waalre. Hij was daarvoor onder meer diplomaat in Marokko, Colombia en Duitsland. Hij heeft nog geen plannen voor de toekomst. En bij het gemeentehuis in Waalre staat verslaggever Stefan Stiphout. Stefan, dit is een opvallend besluit van de burgemeester. Ja, het is zeker opvallend te noemen. Hij zegt zelf van, ja goed, na 10 jaar is het mooi geweest. Maar goed, ja, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd in deze gemeente het afgelopen jaar. Je zei het zelf al, hè, bijna een jaar geleden, de aanslag op het gemeentehuis van Waalre, dat helemaal afbrandde. Goed, die zaak loopt nog. Je had in februari dit jaar de aanslag op een advocaat. En even later werd ook nog een advocatenkantoor in brand gestoken. Die zaak speelt ook nog. En nou ja, bijna 2 maanden geleden werd er een dode man gevonden hier op een bospad in de gemeente. Nou goed, ik sprak hem vanmorgen en ik vroeg ook aan hem van ja, gooit u nou niet gewoon de handdoek in de ring? Nee, helemaal niet. Het is natuurlijk voor de hand liggend om te denken, het is natuurlijk een moeilijk jaar geweest. Het heeft absoluut impact gehad. Maar het is wel zo, ik ben 62, word 63 en ik heb zoiets van, als ik niks doe, dan ben ik tot mijn pensioen hier verder bezig met de gemeente. En eigenlijk is dit een goed moment om te stoppen en niet de handdoek in de ring te gooien, maar juist de taken over te dragen aan iemand die een volgende etappe van me overneemt. En voor mij dus ruimte te creëren om te kijken wat er verder op mijn pad komt. Ja, maar u zou misschien kunnen denken, er spelen nog allerlei zaken, hè, hier in de gemeente. Moet u die niet eerst gewoon even afmaken? Nee, dat is altijd zo. Ik heb graag zelf regie op mijn leven. Ik maak zelf graag de beslissing om het nu te doen. Als we aan het eind van het jaar zover zijn dat ik vertrek, heb ik gisteravond ook aan de gemeenteraad gezegd. Dan laat ik volgens mij een dynamische gemeente achter. Ja, hij vindt het dus mooi geweest. Steve, hoe reageren de inwoners? Ja, met gemengde gevoelens. De meesten vinden het jammer. Ik ben vanmorgen hier even het dorp, de gemeente in geweest. Maar daarvoor ben ik ook even bezig, ja, kijken hoe ze op het kamp tegen hem aankeken. Ja, de burgemeester had iets tegen ons. Wij niet echt tegen de burgemeester. Hij is hier begonnen zeg maar, met die schuren. Hij wilde schuren platten, dit en dat. Terwijl hij had het eerst oogluikend toegelaten. En hij had gewoon ons toezeggingen gedaan van jullie mogen die schuren bouwen. En nu werd hij de vlam aangewakkerd. En nu gaat hij vertrekken. Omdat hij nou merkt dat er toch iets zit wat hij niet goed gedaan heeft. Anders gaat hij niet vertrekken. Ja, jammer. Volgens mij heeft hij het wel goed gedaan. Ik vind het nogal plotseling. Ik heb het idee dat je aan het vluchten gaat. Dus... Omdat er zoveel is gebeurd het afgelopen jaar? Ja. Ja. Denkt u dat het te maken heeft met alle dingen die er het afgelopen jaar gaan gebeurd zijn? Ja, dat zou je wel bijna gaan denken. Ik vind dit eigenlijk laf, laat ik het zo stellen. Dus... Hij had het eigenlijk moeten afmaken, het kwaai. Ja, dat vind ik wel. Gewoon heel het kwaai afmaken, de opbouw van het gemeentehuis en dergelijke. Kijk, en nou krijgen we een andere burgemeester. Kijk, ik zeg al, ik gewoon heel eerlijk, we kennen er niet veel slechter op. Ja, we kennen er niet op achteruit gaan. Want wat we nou hebben gehad is eigenlijk het slechtste wat we hebben kunnen hebben. Voor ons dan. Ja, die reacties zijn in ieder geval duidelijk. Steve, hoe wordt er politiek gereageerd? Ja, we hebben vanmorgen even een rondje gebeld langs de politieke partijen hier. De meesten zeggen van, nou ja, het is een onverwacht besluit, maar we begrijpen het wel. Ik bedoel, het is voor de burgemeester een veelbewogen jaar geweest. Hè. Maar, zeggen ze, we kennen hem niet als een man die wegloopt voor zijn problemen. Dus, nou goed, begrip alom eigenlijk. Stefan Stiphout vanuit Waalre, dankjewel.